Bij paaldansen denkt men meestal aan nachtclubs en dames die dansen voor geld. Femme Vitale is de enige paaldansschool in Suriname. Hierbij staan de empowerment van vrouwen en fitness centraal. Iedereen kan in een club aan een paal staan, billen schudden in je naki en kleren uittrekken. Dat kan iedereen. Maar werkelijk werken met de paal, zodat het er elegant en vrouwelijk en powerful uitziet, dat kost heel veel werk. 1, 2, 3, 4. Wij beoefenen hier de sport paalfitness en daarnaast doen we ook paaldansen. En het verschil tussen paalfitness en paaldansen is, bij paalfitness leer je puur de techniek en bij paaldansen leer je het elegant, vloeiend en vrouwelijk en mooi, sierlijk uitvoeren. Maar waarom kleden jullie je zo schaars? Omdat ik, als ik te veel kleren aan heb, mijn nek breek. Dat is heel simpel. Hoe meer kleren ik draag, hoe gevaarlijker het wordt. Hoe meer huid te zien is, hoe beter het is voor je grip bij de paal. Want je pakt soms met de onderkant van je dij, de zijkant van je buik, de oksel. En dan kan je geen bedekking bij gebruiken. Dat is echt gevaarlijk. Is het alleen voor vrouwen? Nee, het is niet alleen voor vrouwen. Het is ook niet alleen voor gay guys, wat men vaak denkt. Het is eigenlijk voor man en vrouw, jong en oud. Er worden ook paalfitnesslessen verzorgd voor kinderen. Ik ben er zelf mee bezig om het te ontwikkelen voor vanaf 10-jarigen. Ik ben ook bezig met een programma voor heren en ik heb heel veel aanvragen gehad. Nee, weer zeg ik het erbij, niet alleen van gay guys, ook gewoon van straight guys die dit dus zien als een andere vorm van breakdancing. Het is een andere vorm van acrobatiek en het is wat nieuws, het wordt nog niet gegeven in Suriname. Het is spannend, het is leuk, het is uitdagend, het is zwaar en je krijgt er een fantastisch lichaam van. Waarom doet u dit? Ten eerste was het mijn hobby en daar heb ik nu mijn werk van gemaakt. Ik heb gezien dat het voor mezelf heel erg bevrijdend is, laat me het zo zeggen. Dit is een sport waarin ik echt me kan ontspannen. Wat ik merk aan vrouwen is dat een vrouw zich eigenlijk altijd mooi wil voelen. Toch? Dat is heel belangrijk voor een vrouw. En wanneer je dus in de spiegel met jezelf bezig bent en de paal, en je bent bezig en je kijkt en iets lukt en je doet iets mooi, dan voel je je echt awesome. Dit houdt je zo bezig dat je even de stress van thuis vergeet, de afwas, je werk, je man, je schoonmoeder, je eigen moeder, I don't know, je vergeet even alles, de kids. Ik ook. Even niet, even een uurtje voor jezelf en je lichamelijke ontspanning komt, je stress gaat eruit, je voelt je hot en je bent letterlijk hot, dus het is hartstikke leuk. Er bestaat een negatief beeld over paaldansen, hoe kijk jij daar tegenaan? Dat is inderdaad zo, paaldansen is nog een beetje taboe hier, maar dat is ook omdat men niet precies weet wat er allemaal gebeurt. Men werkt gewoon met dat wat ze zien op de televisies, in de clubs, maar zoals je hebt gezien is dat helemaal anders. Je bent meer bezig met je eigen gewicht. Het is meer fitness, meer power. Maar intussen is paaldansen of paalfitness een topsport geworden. En daarom doe ik aan mee. Anders ik zou niet betalen en een paar keer per week komen om te leren strippen. Nee, toch? Ik doe het echt omdat het fitness is. Ik word er echt sterker van. Dus ik neem de mensen niet kwalijk omdat men het niet weet. Dus hopelijk helpt dit een beetje om de mensen bewuster van te maken van wat het allemaal inhoudt. Dat negatief beeld niet blijft bestaan. Want ik vind dat jammer. Ik ben trots dat ik dit kan. Ik ben er echt heel trots op. In
internationaal gaan er stemmen op om paaldansen en paalfitness ook mee te nemen bij de Olympische Spelen. Bent u een voorstander hiervan? Helemaal. Ik vind het helemaal geweldig. Ik ben zelf lid van een aantal paalfederaties. Dat zijn organisaties die zich inzetten voor Pole Dance Championship. Als het ook nog in de Olympische Spelen terechtkomt, dan is dat de echte erkenning voor deze sport. Echt de basis waarin we eindelijk kunnen zeggen van zie je, we worden erkend als een sport. Want dit is niets anders dan verticaal turnen.